katoen. We komen er dagelijks mee in aanraking. Het is de grondstof voor onze broeken, t-shirts, sokken, truien, jassen, handdoeken, beddengoed en ga zo maar door. Het witte goud is de economische motor van veel Afrikaanse landen. In de Sahelgordel, die loopt van Senegal tot Tjaad, leven ongeveer 20 miljoen mensen van de katoenteelt. Daar is katoen de belangrijkste bron van inkomsten. Onze film speelt zich af in Afrika, in Burkina Faso om precies te zijn. Dit land ligt ten zuiden van de Sahelzone. De inwoners noemen hun land het land van de eerlijke mensen. Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. Het gemiddelde inkomen van een inwoner bedraagt minder dan 1 euro per dag. De enige bron van inkomsten is vaak de katoenteelt. Het kleine land behaalt meer dan 50% van de exportinkomsten uit deze zachte witte grondstof. Mensen kennen het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade vooral van koffie en fruit. Maar je vindt het op veel meer producten zoals chocola, rijst, wijn, bier en ijs. En nu ook op katoen. Max Havelaar gecertificeerd katoen biedt veel kansen. Want katoen zit niet alleen in kleding, maar ook bijvoorbeeld in handdoeken en beddengoed. Het is de hoogwaardige kwaliteit waarmee Afrikaanse katoen zich onderscheidt. Maar door onder andere de hoge landbouwsubsidies die de rijke katoenlanden aan hun katoenboeren geven, is de prijs voor katoen laag. Voor Afrikaanse katoenboeren is het daarom haast onmogelijk hun oogstopbrengsten tegen een fatsoenlijke prijs op de wereldmarkt te verkopen. Het Fairtrade keurmerk van Max Havelaar biedt een oplossing. Fairtrade staat voor eerlijke handel. Het keurmerk garandeert vaste minimumprijzen, zodat katoenboeren en hun gezinnen kunnen rondkomen van hun katoenhandel. Als de marktprijs hoger is dan de katoenminimumprijs, krijgen de boeren uiteraard deze hogere marktprijs. Bovendien wordt voor elke kilo katoen een premie uitbetaald. Deze premie wordt gebruikt voor sociale projecten ter plaatse. Projecten op het gebied van onderwijs, duurzame ontwikkeling en infrastructuur. Fairtrade biedt daarmee veel inwoners van Burkina Faso een uitweg uit de armoede. Steeds meer boeren sluiten zich aan bij coöperaties en verbouwen gezamenlijk katoen. Gecontroleerd, tegen eerlijke prijzen en als mogelijk biologisch, zoals de Fairtrade-richtlijnen voorschrijven. Een van deze boeren is Pierre Bangou. Samen met zijn familie plant hij elk jaar de katoenstekjes in de keiharde grond. In tegenstelling tot conventioneel geteelde katoen worden daarbij geen pesticiden of kunstmatige meststoffen gebruikt. Nu, in november, is het oogsttijd en dit zware werk wordt in Komandougou nog altijd met de hand gedaan. Dès 6 heures, moi je suis déjà au champ avec un frère. Et madame est à la maison, elle prépare, elle vient vers 9 heures, on mange et on commence à faire les récoltes. Quand tu as l'argent, tu nourris bien ta famille, les enfants aussi sont bien habillés. De l'argent que on nous donne, c'est de l'argent pour satisfaire les besoins de la population. Het Max Havelaar keurmerk stimuleert biologische katoenteelt. Maar de richtlijnen zijn zodanig opgesteld dat kleine katoenboeren de ruimte krijgen om over te schakelen. Want van conventioneel naar biologisch gaat niet van de een op de andere dag. De overgangsfase duurt meestal 3 tot 4 jaar. Na deze periode is de bodem hersteld en zijn kunstmest en pesticiden afgebroken. Pas dan kan de eerste biologische katoen worden geoogst. Het Fairtrade-concept slaat aan. Overal in het land besluiten boerencoöperaties volgens de Fairtrade-richtlijnen te gaan produceren. Fairtrade helpt de afzonderlijke gezinnen en zorgt dat boerengemeenschappen kunnen investeren in een duurzame toekomst. Daar kunnen alle mensen van profiteren.
kale te tiente mane te bata te baje te jalafia le totu bon chala leleni ti lafia lo ko lonne kameni le na pye nyugo handa ku apure kanwara ko lanke katembo ko wala ku kule apa. Voor de boeren van de coöperatie Paramanga is Fairtrade de oplossing voor een beter bestaan. Fairtrade garandeert stabiele katoenprijzen en biedt met name vrouwen nieuwe kansen. Waar vroeger zeer giftige chemicaliën het werk op de velden onmogelijk maakten, kunnen ze tegenwoordig zonder gezondheidsrisico's hun eigen geld verdienen voor zichzelf en hun kinderen. Dat is pas echte empowerment. J'ai vu que ma vie a beaucoup changé, dont une partie qui est les 34 francs qui va pour la contribution sociale du village et les 272 qui restent, ça peut faire beaucoup de choses. Et c'est un avantage qui permet aux producteurs bio d'évoluer dans toutes ses activités. Mane e lotoriri shon nimbi de na yila ti yinere kon we hampa mbitanga. Niet alleen de minimumprijs, maar met name de Fairtrade premie bevordert het gemeenschapsleven. Per kilo product ontvangen de boeren een premie van 5 cent. Dit geld wordt geïnvesteerd in ziekenhuizen, waterbronnen en scholen. Samen beslissen de leden van de boerencoöperaties welke projecten moeten worden gerealiseerd. Nous apprenons de la science, de l'histoire, de la géographie. Nous apprenons le français. On apprend à chanter, à réciter et à dessiner aussi. L'ensemble de ces primes-là devient une somme très importante. Et ces primes-là reviennent au bénéfice de tout le village. Alors quand ils ont pris leurs primes, il fallait réaliser quelque chose. Mais ce que nous savions, c'est ce qu'ils sont venus faire à l'école ici, la construction d'une cantine scolaire et d'un magasin. Dankzij de Fairtrade premie krijgen de kinderen in het kleine dorp Komandougou regelmatige maaltijden en ook de essentiële watervoorziening wordt op deze manier gewaarborgd. La pompe était en pente, donc voir qu'il y a la prime équitable qui était là, donc on a fait une assemblée générale et on a décidé de réparer la pompe, puisque les femmes partaient de loin pour avoir de l'eau. Avec l'eau potable, on s'est épargné des différentes maladies. Maar soms wordt het moeilijk voor Pierre Bangou en de andere katoenboeren om wat geld opzij te leggen. Als de regen uitblijft, verwachten de mensen een karige oogst. Maar ondanks een magere regentijd zien de mensen de toekomst positief tegemoet. Want Fairtrade zorgt voor nieuwe hoop. Van West-Afrika reist het katoen de halve wereld over en bereikt als eindproduct alle werelddelen. Miljoenen katoenboeren in ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van de katoenteelt. Eerlijke handel betekent voor hen een fatsoenlijk inkomen om hun gezin te kunnen onderhouden. Maar ook de mogelijkheid om aan de slag te kunnen met milieuverbetering en sociale vooruitgang. Dat fatsoenlijke inkomen krijgen ze nu niet. Let daarom bij iedere aankoop op het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade. Dan weet je zeker dat er een eerlijke prijs is betaald. Steeds meer textiel van eerlijk verhandelde Afrikaanse katoen vindt zijn weg naar Europa. Veel producenten zijn er inmiddels van overtuigd dat met dit katoen prachtige producten te maken zijn. Ze produceren jeans, t-shirts, handdoeken, kleding en gebruiken daarvoor bewust katoen met het Fairtrade keurmerk van Max Havelaar. Producten die mooi zijn en bijdragen aan armoedebestrijding. Mooie spullen kopen en tegelijkertijd bijdragen aan de armoedebestrijding. Dat is de dubbele winst van het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade. Dus kies vandaag. Koop Fairtrade. Ga naar www.maxhavelaar.nl voor meer informatie.